Drie jongens kregen woensdagavond de schrik van hun leven toen een auto uit de bocht vloog en in het water belandde in Lent. Een van hen twijfelde het niet en sprong het ijskoude water in. Hij wist de vrouw uit de auto te bevrijden en naar de kant te brengen. Daar werden de twee opgevangen door toegesnelde buurtbewoners. De naar de bodem gezonken auto is later door een berger samen met de brandweer uit het water getakeld en afgesleept. De jonge man kan een bezoekje van de politie verwachten voor zijn goede, snelle optreden. Vanwege de spreidingswet moet ook de gemeente Heumen vluchtelingen gaan opvangen. De gemeente zet de komende maanden op een rijtje waar asielzoekers allemaal zouden kunnen wonen. Daarbij is het idee dat ze niet in één asielzoekerscentrum terechtkomen, maar over Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt worden verspreid. De overheid heeft per gemeente al wel een minimaal aantal op te vangen asielzoekers vastgesteld. Voor Heumen gaat het om 105 mensen. Heumen wil aan die norm voldoen en het aantal eventueel ook wel een beetje overschrijden. Op dit moment vangt de gemeente nog niemand op. Verwarring in de Nijmeegse taxiwereld. Een paar weken geleden lazen chauffeurs in de krant dat zij een ontheffing zouden hebben voor het rijden op de Waalkade en de Grifdijk. Locaties die voor ander verkeer verboden terrein zijn. Na contact met de gemeente bleken zij hier wel te mogen rijden. Inmiddels is gemeente Nijmegen hier weer op teruggekomen en blijkt het verbod toch ook voor taxis te gelden. Volgens wethouder Cilia Dame was de vraag vanuit de branche terechtgekomen bij de afdeling Toezicht en Handhaving en niet bij de afdeling die over het beleid gaat. Toen zij in 2018 besloten tot de knip van Grifdijk en in 2021 en 2022 over afsluitingen van de Waalkade, is vastgesteld welke groepen permanent uitgezonderd worden. Bepaald is dat taxis er niet over mogen. De gemeente Nijmegen heeft besloten een extra noodopvang voor vluchtelingen te openen in Nijmegen-Noord langs de Grifdijk-Noord. Er zullen zo'n 400 vluchtelingen gaan verblijven. De gemeente meldt dat de locatie voor een jaar beschikbaar wordt gesteld. De opening zal in mei zijn. Dit is de tweede opvanglocatie die de gemeente opent. Er is ook een noodopvang aan de Winkelsteeg. Maar doordat deze eind mei zal sluiten, komt het COA opvangplekken tekort.